Wat is bezit? Wat heb je daarvoor nodig? Bezit, ook alweer een van die ongrijpbare begrippen uit het goederenrecht. Bezit is volgens de wetgever het houden van een goed voor jezelf. En onderhouden mag je verstaan macht uitoefenen. Dus bezitten is macht uitoefenen over een object voor jezelf, niet voor een ander. Als je dergelijke macht uitoefent juist wel voor een ander, dan ben je houder. Dus bezit staat erover houderschap. En is het van belang om daar een onderscheid in te maken tussen houder en bezitter? Ja, dat speelt een belangrijke rol bij het overdrachtsrecht. Dus de wijze van verkrijging van roerende zaken, daar is het van belang om te weten of je een bezitter is of niet. Bezitverschaffing is vereist voor de levering. Dus je moet kunnen vaststellen dat de verkrijger bezit heeft verkregen. Anders kan de overdracht niet geslaagd zijn. Is het lastig om te bewijzen dat je bezitter bent? Dat hangt ervan af of je de zaak nog in je macht hebt. Als je een zaak onder je hebt, in je handen hebt, letterlijk, een boek bijvoorbeeld, dan word je geacht daarvan de bezitter te zijn. Want degene die macht of een goed uitoefend wordt op grond van artikel 109, boek 3, geacht daarvan de bezitter te zijn. Als je die macht kwijt bent, bijvoorbeeld omdat je bent bestolen, dan heb je het heel wat moeilijker. Want dan is juist de dief degene die macht uitoefent en dus degene die door de rechter geacht moet worden de bezitter daarvan te zijn. En dus ook de rechthebbende daarvan te zijn. Dus het hangt er maar van af of je de zaak nog in je macht hebt of niet. En als je bezitter bent, ben je dan ook gelijk eigenaar? Nee, gelukkig niet. Als je eigenaar van een zaak bent die wordt gestolen, dan ben je wel het bezit kwijt, maar niet de eigendom. De dief is er vandoor met de macht en dus met het bezit. Maar hij is niet eigenaar. Dat zal hij eventueel na 20 jaar kunnen worden door verjaring. Maar in de tussentijd kan de eigenaar de zaak revendiceren om daarmee ook het bezit weer terug te krijgen. En stel nou dat ik houder ben, is het dan niet heel makkelijk om mezelf van houder tot bezitter te verklaren en daarmee het vermoeden op te wekken dat ik ook eigenaar ben? Ja, een van de mooie regels in het kader van het bezitrecht houdt in dat wettelijke regels over het bezit altijd voorgaan boven de verkeersopvattingen. En een van die wettelijke regels is artikel 111, boek 3. En artikel 111, boek 3 bevat het zogenaamde verbod op bezitsinterversie. En dat houdt heel simpel gezegd in dat iemand die houder is zichzelf niet zomaar tot bezitter kan maken, juist om te voorkomen wat jij beschrijft. Dus een houder zal moeten doorgaan met houden voor die ander. En er zijn maar twee uitzonderingen op. Hij kan toestemming krijgen van de rechthebbende om op te houden met houden. Dat kan zich voordoen als de eigenaar de zaak niet meer terug hoeft. Hij kan zichzelf ook tot bezitter maken door duidelijk aan het adres van de eigenaar te zeggen dat hij niet langer bereid is diens recht te erkennen. En dat is natuurlijk voor de eigenaar het moment om de zaak te revendiceren.